We staan hier in zwembad De Peppel, waar polarbeers vrouwen vanavond landskampioen kunnen worden. Kampioen van Nederland dus. Daarvoor moeten ze één ding doen en dat is het ravijn verslaan uit Nijverdal. Gisteren op vrijdag werd het al 9-13 in een Nijverdal. Een goede wedstrijd voor polarbeers. Winnen ze vanavond, dan is de landskampioenschap zeker. Polarbeers thuis tegen het ravijn. Polarbeers begon de wedstrijd zoals altijd met een forse kreet. Daarna was het de beurt aan een overvolle Peppel dat al snel in de eerste periode wat te juichen had. Het ravijn bleef in de eerste periode goed bij en bracht de stand na 8 minuten op 3-3. Onder andere een uitstekende Marieke van der Ham die hier een strafworp benut, zorgde voor een wat comfortabele voorsprong voor de thuisploeg. Tienacht aan het einde van de derde periode. De strijd was nog niet gestreden. Polarbeers mist een aantal kansen en ineens staat het ravijn op gelijke hoogte, 13-13. De Peppel houdt haar adem in, het zou toch niet? Trainer Schotans roept zijn vrouwen bij elkaar voor crisisberaad. Het helpt, Polarbeers komt via een strafworp van Van der Ham op 14-13. Het aftellen kan beginnen. Bij een landstitel hoort natuurlijk champagne. Een gouden medaille. En de felbegeerde schaal. Toen van Nederland 2008-2009. Polarbeers! Ferdian, landskampioen na een zwaar seizoen, denk ik. Het kan niet op voor jou, hè? Eerst een gouden plak in Beijing, dan de beker in Amsterdam en nu landskampioen. Wat gaat er nu door je heen? Ja, ik vind het geweldig, ik vind het prachtig. Het is echt inderdaad waar we voor gewerkt hebben. Ik heb zelf nog nooit de dubbel gehaald, dus dat is extra fijn en extra gaaf. En het is helemaal geweldig. We hebben inderdaad heel hard voor gewerkt dit jaar en vorig jaar wel eigenlijk. Was het begin voor ons met een nieuwe coach en het is zwaar geweest, we hebben moeilijke tijden gehad. Maar het betaalt zich wel af en dit is inderdaad waar je het voor doet en het is dus allemaal goed gekomen. De winnende trainer dit seizoen, gefeliciteerd, maar wat hebben jullie het spannend gemaakt vandaag? Ja, het was zeker spannend. Ik vond dat je goed kon merken dat er sprake was van vermoeidheid bij beide teams. En het ravijn knokte zich echt continu weer in die wedstrijd en op het vierde pas stond het nog gelijk. En dan was wat de wedstrijd beslist. En dan maakte de scheidsrechter nog een klein foutje, waardoor we nog een penalty moeten nemen in plaats van het een doelpunt was. Goed, allemaal heel erg spannend, maar we hebben hem. Nou was het nog even spannend hier in de Peppel, hè? De tweede wedstrijd. Gisteren 9-13 gewonnen, maar vandaag nog spannend. Uiteindelijk toch nog goed. Hoe verliep het vandaag? Ik denk dat we vandaag ook wel, op een gegeven moment namen we ook wel wat afstand. En ik denk dat we dat, we lieten dat onnodig uit handen lopen. En we hadden het gewoon wel beter vast kunnen houden. Dan had je net zo'n wedstrijd gehad als gisteren. Maar het liep niet zo. Ja, ik denk dat het voor de toeschouwers misschien extra spannend zo hoort. Maar het maakt niet uit met hoeveel je wint. We hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. En nu zijn we kampioen. Nou ja, vorig jaar ben ik halverwege het seizoen ingestroomd. En zijn we gaan bouwen aan een nieuw team. En dit is nu voor een aantal mensen ook het eindpunt. Marieke van der Ham stopt bij Polarbeers. En er zijn er één of twee meer die wat twijfelen of ze door willen met hun carrière. Dus het moest nu ook gebeuren. We hebben het laten zien. En dus we zijn allemaal heel blij. Het was de laatste wedstrijd vandaag van iemand die jij goed kent, ook van het Nederlands team, Marieke van der Ham. Is zij belangrijk geweest dit seizoen? Ja, natuurlijk. Zij is heel belangrijk geweest. Ik denk dat je deze wedstrijd ook wel hebt kunnen zien. Ze maakt
hele belangrijke ballen op belangrijke momenten. Die schiet ze erin en in de verdediging is ze natuurlijk berensterk. En ja, dat is, we gaan het natuurlijk missen volgend jaar. En nu? En nu gaan we een feestje vieren.